Welkom bij Do-It-Zelf Ideeën. Wat gaan we in deze video maken? In deze video maken we zelf een envelop. Het is helemaal niet zo moeilijk. Je hebt er een mooi blad papier voor nodig in het formaat A4, dat heb ik toch gebruikt. Je kan ook een pagina uit een tijdschrift gebruiken en dan een printje kiezen dat jij heel mooi vindt. Dus je kan je creativiteit helemaal de vrije loop laten. Zoek gewoon naar iets dat jij mooi vindt en dat de grootte A4 heeft. Ik ga ook een stuk kladpapier gebruiken. Dus een gewoon dun blad papier. Dat ga ik gebruiken als schabloon. Je hebt ook nog een schaar nodig. En ik heb hier ook een postkaart. Want mijn envelop die moet groot genoeg zijn om er deze kaart in te krijgen. Natuurlijk is het dan heel handig om een voorbeeldje te hebben. Je gaat ook nog een lijmstift nodig hebben. Ik begin met het kladpapier. Ik neem een van de hoeken en vouw die naar de tegenoverliggende zijde. Druk de vouw nog eens goed aan. Het is dus de punt van de ene kant die je naar de overstaande zijde brengt. Vergeet niet de vouw goed aan te drukken. Wat er nog uitsteekt, dus buiten de driehoek, dat knip je af. Als je dan je blad opent, dan heb je een vierkant. Alle zijden zijn dus even lang. Dat is de grootte die je nodig hebt voor je envelop. Dat is dan het schabloon dat ik ga gebruiken om een mooie papier op maat te knippen. Waarom heb ik dat niet gewoon met mijn mooi papier gedaan? Dan zou daar een vouw in zitten en dat wil ik niet. Ik leg het voorbeeld er zo op en dan knip ik het uitstekende stuk af. Wat je ook zou kunnen doen, is nu een potloodstreep zetten aan de rand van je voorbeeld en dan over die streep knippen. Dat schabloon dat hoef je niet weg te gooien. Als je nog verder enveloppen wil maken, dan hou je dat gewoon bij. Dan heb ik nu een mooi stuk papier in een vierkante vorm. Dan heb je ook je voorbeeldje van de postkaart nodig. Dat leg je in het midden en het papier leg je zodat het een ruit vormt. De hoeken van de postkaart moeten tegen de rand komen. Zo. Dus bovenaan komt hij tegen de rand, onderaan niet. Daar is ietsje meer plaats. En het is die onderkant die ik naar boven vouw tot aan de postkaart. Dan vouw je ook de zijkanten over de postkaart heen. Je ziet het al. Het ziet er al echt uit als een briefomslag. Nu nog de bovenste flap naar beneden vouwen. En dan heb je een envelop. Die ga ik eerst weer even openvouwen. Het kaartje gaat eruit. Leg je papier weer plat en dan ga je eerst de zijkanten naar binnen vouwen. Dan de onderste flap naar boven. Zo ziet het er nog beter uit. Dan ga je daar nog wat lijm doen, dus links en rechts, en dan terug de flap erover duwen. Druk de flap goed vast. Wacht eventjes tot de lijm droger is. En om de omslag dicht te doen, kan je dan de bovenste flap in de onderste steken. Zo wordt dat meestal gedaan. Je stopt er dus een brief in en dan maak je hem zo dicht. Of je doet hem niet in de onderste flap, maar je maakt hem vast met een sticker. Mijn omslag is nu klaar. Het kaartje kan erin. Dan dichtklappen.
en ofwel toeplakken ofwel in de onderste flap steken. Je kan hem ook toeplakken met een stuk washi tape of een sticker. Als je de brief wil versturen, vergeet dan zeker geen postzegel rechtsbovenaan te plakken. En het adres moet je natuurlijk ook op de envelop schrijven. Dat doe je er dan rechtsonderop. Linksboven of achteraan op de flap om hem toe te maken, kan je ook je eigen adres zetten, het adres van de afzender. Als er dan iets mis is bij het verzenden, dan wordt de brief terugverstuurd naar jou. Dus niet vergeten een postzegel, een adres van de ontvanger en een adres van de verzender. Ook huisnummers en postcode zijn belangrijk natuurlijk. Vergeet die ook zeker niet. Ik hoop dat jullie het een leuk project vonden en dat jullie nu zin hebben gekregen om zelf jullie enveloppen te maken. Je kan natuurlijk, zoals gezegd, ook een leuke pagina uit een tijdschrift nemen of een blad van een kalender bijvoorbeeld. Heel origineel om daarin je nieuwjaarskaartjes te posten. En dat voorbeeld dat we op voorhand hebben uitgeknipt om een vierkant te maken, dat kan je telkens opnieuw gebruiken. Dat moet je dus echt niet weggooien. Je legt het gewoon op je blad dat je op maat wil knippen en dan maak je een lijn of een knipje gewoon meteen naast het blad. Als jullie deze video leuk vonden, geef me dan een reactie. Laat weten wat je ervan vindt en vergeet ook geen thumbs up te geven. Bekijk ook de andere video's op het kanaal, abonneer je en dan tot volgende keer!